Op verschillende locaties in de Noordzee plaatsen we kunstriffen. We willen weten in welk windpark we welke soorten kunnen aantrekken met welke structuren, zodat we bij de volgende windparken weten wat werkt. Bij dit onderzoektraject om kunstmatige structuren te plaatsen is het van belang dat deze stabiel genoeg zijn. Want ze komen in de nabijheid van onze platformen te staan binnen de 500 meter veiligheidszone. En dan is het wel cruciaal dat ze niet tijdens hun levensduur na de installatie nog van plek verschuiven of zouden omvallen. We staan hier bij Waterproof in de waterlabtest en we testen hier vandaag de Reef Tubes, ontworpen door Arc Marine. We gaan de structuren in een watergoot zetten en testen bij welke stroming ze blijven staan en bij welke stroming ze omkiepelen. Van de structuren weten we dat ze goed zijn voor de ecologie, maar we weten nog niet of ze stabiel genoeg zijn om op de bodem te blijven staan. En daarvoor moeten we weten in het klein of ze straks in het groot blijven staan. De stichting De Rijke Noordzee heeft een rifstructuur ontworpen voor plaatsing in de Noordzee. En wij gaan in de goot testen of deze rifstructuur stabiel is in de situatie met stroom en golven. De krachten die daarbij een rol spelen, dat zijn de krachten die door de stroming worden opgewekt. Dat noemen we stroomkrachten. En dat zijn golfkrachten. Dat zijn krachten die ontstaan door de heen- en weergaande beweging van een golf tijdens een stormsituatie. In de goot gaan we een proef doen waarbij het rifstructuur op de gootbodem staat en waarbij we een stroming aanbrengen. En de stroming die wordt in stappen verhoogd totdat het rifstructuur omvalt. Een vis heeft een hele lage weerstand, is goed gestroomlijnd en daardoor zijn de krachten op een vis heel gering. Maar in dit geval hebben we een hele afwijkende structuur en dan moeten we opnieuw door een proef die weerstandscoëfficiënt bepalen. Die kun je niet ergens anders vandaan halen dan alleen door een proef te doen. Als je een rifstructuur op de bodem plaatst, dan kun je dat gewoon doen door hem op het zand te zetten. Maar wat er dan gebeurt is dat door het krachtenspel van golven en stroming de erosie rondom zo'n structuur ontstaat. En daarbij kan een vrij diepe erosiekuil optreden. En na verloop van tijd kan dan het rif in de bodem zakken en zelfs helemaal onder het zand verdwijnen. En om dat nu te verhelpen, moeten we eigenlijk een bodembescherming van stenen en of schelven plaatsen rondom het structuur. Uit deze test hebben we geleerd dat het ontwerp eigenlijk niet helemaal stabiel is. Dit zou nog kunnen worden verbeterd. Je kunt hier al zien dat het ontwerp niet volledig symmetrisch is. En het zou beter zijn om het ontwerp helemaal symmetrisch te maken. Het effect van gaten in de blokjes is dat de turbulentie aanzienlijk wordt vergroot. En dat is op zich voor de stabiliteit ongunstig. De structuren staan nu opgesteld in een piramidevorm. En uit de test hebben we geleerd dat we als we er nog een rij aan toevoegen, dat ze steviger staan op de zandbodem. Tennet als netbeheerder op zee onderzoekt deze mogelijkheden voor natuurversterkend bouwen. Enerzijds omdat de overheid ons dat ook vraagt via het ontwikkelkader. En anderzijds omdat we zelf ook een ambitie hebben om als groene netbeheerder op te treden. En dat wil zeggen dat je niet alleen duurzame energie aansluit, maar dat ook op een duurzame manier vormgeeft. We gaan de Reef Tubes plaatsen op twee locaties in de Noordzee. Naast het platform van Tennet in Borselen en in de Noordzeeboerderij voor de kust van Scheveningen.